Zo, en daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Mealtijd. De show waarin ik feedback geef op jullie werk. Vorige week was het een heftige aflevering. Zoals jullie weten, of niet, ik hoop het wel. Ik hoop dat je de aflevering van vorige week hebt gezien, want toen gingen we heel diep in op het daadwerkelijke feedback geven. Moeten we nou aan alleen maar goede mailtjes feedback geven of ook aan de wat mindere? Ik zelf voelde me een beetje schuldig, want ik dacht van hey, ik ben een platform aan het bouwen genaamd Ditpack en daarop kan iedereen uploaden, van jong tot oud, van beginner tot pro, en dan zit ik zelf hier op YouTube iedereen af te wijzen. Dus toen zat ik met mezelf een dilemma en dat heb ik volledig open en bloot op YouTube gelegd en daar hebben jullie gelukkig heerlijk op gereageerd, want er zijn gewoon 230 reacties binnengekomen op een video die maar 2,6k is bekeken. Of maar, hallo, het zijn wel meer dan 2000 mensen, dus dat is natuurlijk super nice. Maar dat is gewoon 1/10, hè, bijna. Bijna 1/10 van de mensen hebben gereageerd, dus dankjewel. Dankjewel voor de mensen die hebben gereageerd. I love y'all. En dan gaan we nu kijken wat jullie hebben gezegd. Want jullie waren het niet allemaal met elkaar eens. Dus daar ben ik blij om. Dat betekent dat er in mijn hoofd niks heel erg raars gebeurt. Het is gewoon echt een lastig onderwerp. En ik heb er dus over na zitten denken. Maar we gaan dus eventjes eerst bekijken wat de mensen zeggen. Jesper Bloem. Misschien is het een idee dat zij zelf aangeven of ze gevorderde feedback willen of simpele feedback. Dat zeiden heel veel mensen. Van dat het dus in je mailtje zet van hey, wil je echt de diepgaande feedback of wil je dat niet? Ik vind dat sowieso wel een goed idee, want dan heb ik in ieder geval al een indicatie van hoe ver je zelf wil zijn. Dus laten we dat gewoon bij deze instellen. Ja? Dus dat staat ook vanaf nu in de beschrijving. Als ik het niet vergeet, dat komt goed. Zet erbij of je harde inhoudelijke feedback wil of wat meer zacht en visuele feedback. Dat is misschien een leuk puntje. En dan gaan we nu snel verder naar de volgende. En dit comment heeft 20 thumbs up. En die zegt van, begin gewoon helemaal onderaan. En dan werk dan langzaam omhoog. Maar weet je wat het punt dan is? Dan gaan nieuwe mensen niet meer insturen. Omdat de mailtijd dan eigenlijk steeds 3 maanden achterloopt. Snap je? Dit is lastig. Volgende. Deze is ook heel interessant. Als mensen niet tegen kritiek kunnen, dan moeten ze maar niks insturen. Ja. Weet je, wat is het verschil? Kritiek en feedback. Kijk, dat is iets heel lastigs. En ik vind het ook altijd zelf lastig om onder woorden te brengen. Maar wat is feedback? Wat ik vaak probeer bij jullie is om te zeggen van hey, ik zou hier en hier naar kijken. Of stel jezelf deze vraag af. En als je die dan af gaat stellen, dan kom je waarschijnlijk op antwoorden die je ontwerp beter maken. Ja? En heel vaak willen jullie ook weten wat ik er zelf persoonlijk, hè, dus mijn mening, ervan vind. En dan kan het meer kritiek zijn. Maar dat blijft een lastig onderwerp. Ja. En Quinn Win zegt, hey, je kan natuurlijk ook gewoon de mensen die niets hebben behandeld allemaal een mailtje terugsturen. Maar dat wordt een beetje te veel werk en dat is juist precies de reden waarom we dit back gaan starten, zodat jullie elkaar kunnen helpen. Kijk, ik kan niet al deze duizenden kijkers, nou niet duizenden inzenders, maar wel heel veel kijkers, kan ik niet behandelen, snap je? Zeker niet als het kanaal groter wordt, dus we moeten elkaar helpen, jongens. Oké, ik heb nu al die comments weer gelezen en nu even mijn point of view waarop ik denk dat dit een lastig onderwerp blijft. Kijk, de mailtijd moet leuk en interessant blijven. En als we allemaal logo's behandelen die zeg maar, ja, waar het zeg maar niet heel veel interessant aan is, dan wordt de mailtijd ook minder leuk om te kijken. Want ik weet dat jullie het leuker vinden als we natuurlijk inhoudelijk ergens op induiken. Maar de beginners, die zouden daardoor juist zich afgewezen kunnen voelen. Waardoor ze denken dat hoe gaat dat en alles wat wij doen meer plek is voor pro's. Maar dat is niet zo, want we willen juist de beginners ook inspireren om te groeien. Dus je wilt interessant houden door interessante mailtjes te behandelen, maar je wil ook iedereen helpen. Maar als je iedereen helpt, wordt het weer minder interessant en is de show weer minder leuk om te kijken. Dus mailtijd is gewoon een heel lastig format om iedereen op een bepaalde manier goede feedback te kunnen geven. Dus daarom kreeg ik eigenlijk afgelopen week nog meer bevestiging van wat Ditpack kan betekenen. Ik denk dat dat
de plek moet zijn waar we elkaar helpen om betere feedback te geven. Ik heb ook stiekem verklapt dat we dus een anonieme functie in gaan bouwen, zodat je anoniem feedback kan geven, zodat er totaal geen drempel is. Mailtijd is nou eenmaal met het publiek. Het moet ook een beetje entertainment zijn, maar het moet ook inhoudelijk goed zijn. Dat botst nu een beetje en dat zal denk ik ook blijven. Het antwoord ligt altijd in het grijze gebied en zo ook vandaag. Dat is denk ik een mooie conclusie voor wat we de afgelopen paar weken met elkaar hebben doorgemaakt. Zo, dan heb ik wel een slokje verdiend. Dit is echt een Rino Cappuccino trouwens. Dit is echt. Alright. Dus dan wil ik iedereen nogmaals bedanken voor het insturen van al je comments van vorige week. Het blijft een lastig onderwerp. We gaan door de tijd nog meer dingen leren en het nog beter maken. Maar dan gaan we nu echt beginnen met de mailtjes. Daar gaan we. 3, 2 en 1. En het eerste mailtje is van Rick Nijdeken. Die had ik vorige week nog beloofd om als eerste te behandelen, dus ik begin nu even lekker onderaan. Hij houdt zich vooral bezig met het maken van websites en apps. Hij heeft een portfolio website gemaakt. Hij is hier best een tijdje mee bezig geweest, vooral om het minimalistisch te houden. Ja, ik weet, je denkt nu vast, hoe kan het nou lang duren om iets minimalistisch te houden? Oh, wow, dat is een interessante. Dat vind ik gelijk iets interessants om op in te haken. Volgens mij hebben we het daar nog nooit over gehad op een mailtijd. Of wel, dan ben ik het vergeten. Maar minimalistisch is juist heel erg lastig. Het is juist heel erg verleidelijk om allemaal interessante features toe te voegen die mensen leuk vinden. Wat is minimal en waar ligt die grens? Apple is daar het perfecte voorbeeld van hoe minimaal hun de dingetjes doen. Als er een knopje niet op hoeft, dan doen ze dat ook niet, waardoor het allemaal clean is. Dus ik weet dat het lang duurt om iets minimalistisch te houden, dus ik begrijp je helemaal, Rick. We gaan nu verder. Het is gemaakt voor eigen gebruik en misschien nog om door te verkopen. Hij gaat zijn portfolio website doorverkopen. Ik neem aan dat je gewoon bedoelt klanten opdrachten. Een portfolio kan je ook niet verkopen, want het is gekoppeld aan een persoon. Dat zeg ik nou zo raar. Nou, in zijn onderbouwing komt vooral weer het woord minimalistisch een paar keer voor. En clean en witruimte. Dat is dus een trend die we zien. Hè. Het moet niet al te veel frutsels hebben. En dat is natuurlijk ook helemaal de waarheid. Oh, en dit is ook leuk. Zet hier nog onderaan zijn mailtje. Oh, voor de mensen die in de code gaan kijken, want die zijn er altijd. Het is custom, behalve de slider. Dat is ook grappig. En dat vind ik ook leuk, hoor. Dat mensen in elkaars code gaan kijken. Van, hey, hij heeft een template gebruikt. Wel goed, want ik zie dat niet altijd zo snel. Niet te veel, hè. Niet te bij de hand worden, maar het is wel slim. Nou, in ieder geval zien we hier al een afbeelding van code. Dus dat kun je al zien dat hij dat netjes heeft opgebouwd in HTML. Zo te zien met wat Bootstrap geïnstalleerd. Volgens mij is dat Bootstrap. Alright, nou hier komt het verhaaltje van About Me. Hij is Rick, 15 jaar oud. En zoals je weet heb ik altijd twee dingetjes die ik zeg. Ik zou als eerste beginnen in het Nederlands. Want als je nog 15 jaar bent, dan heb je waarschijnlijk nog niet heel veel opdrachten in het buitenland. Als dat wel zo is, super vet, dan neem ik mijn woorden terug. Maar waarschijnlijk niet. Ik ga zo natuurlijk naar je werk kijken. En ik zou even een fotootje van jezelf erbij zetten. Trek even over een hempje aan. Ga in de tuin staan. Vraag je vader of die even een foto van je maakt. Of je moeder of wie dan ook. Oké, nou dan komen we hier zo dus bij het projectengedeelte. En hierop, dit is wel een verschil. Nu zou ik in de vorige mailtijd, wow, dat was echt geen goed Nederlands, zou ik dit afwijzen, want je stuurt mijn portfolio op zonder dat er projecten in staan. Maar vandaag gaan we dat niet doen, want iedereen verdient de kans. Toch? Jij ook, Rick? Oké, dit is hoe je je projecten kan laten zien. Ik vind het best wel netjes. Wel vraag me af hoe deze uitleiding niet helemaal perfect kan zijn. Klopt dat wat mijn oog zegt? Ja, volgens mij een paar pixels. Dit is echt heel mierenneukerig. Maar dit is wel zo. Netjes gewoon ondertiteltje, titeltje en een plaatje. Wel is het een beetje smal. Al zou het een banner zijn, dan zou ik zeggen oké. Maar voor standaard plaatjes zou ik ze iets langer maken. En ook die Read More knop is wel ontzettend groot. En de ruimte daaromheen ook. Dat kan allemaal wel wat kleiner, dan ziet het er wat luxer uit. Dat geldt voor de fonts en vooral voor deze knop. Oké, nou Contact Me aan de onderkant, netjes. Wel is het zo dat je nu eigenlijk alleen maar via social media en GitHub mensen met je kan contacten. Dit is al goed dat je een mail-icon hebt. Als je daar klikt, dan gaat hij natuurlijk je mail openen. Weet je wat, we gaan hem gelijk even een mailtje sturen. Wat vind je daarvan?
Hey Rick, je zit in de mailtijd. Kijk of die het leuk vindt. Oké. Maar ik zou dus ook even los je e-mailadres als tekst neerzetten. Dat geldt hetzelfde voor alle andere dingetjes. Je Twitter, je naam. Wat is je titel? Hoe noem je jezelf? Maar zoals ik het zie, ja, je hebt natuurlijk nog niet echt heel veel werk erin staan. Dus ik zou gewoon zeggen, begin met je netwerk opbouwen in Nederland. Zorg dat er wat werk in komt. Verbeter je portfolio met de puntjes die ik net heb gezegd. Als je erin kon vinden en stuur dan nog een keer wat in. Volgende. Nou, voordat we naar de volgende gaan, ik wil gelijk even zeggen, het voelt gelijk een stuk prettiger, weet je wel. Minder streng. Dit kan toch ook, zoals ik het net deed. Weet je, hij moet het gewoon nog vullen. Het voelt best wel chill, voor mij in ieder geval. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar nu over denken. De volgende is Jesper Bloem, 14 jaar oud en bezig met designen. Trouwens, ik snap nu ook waarom iedereen zijn leeftijd erin zet. Want als je bijvoorbeeld 12 bent, dan is het natuurlijk zo dat je iets minder heftige feedback waarschijnlijk wilt dan dat je 20 bent. Dat is misschien ook een indicatie, maar zet er dan ook vooral vanaf nu bij. Hey, ik ben 14 jaar, maar ik wil wel harde feedback. Want er zijn ook gasten van 14 en die zijn echt heel erg goed. Oké. Hij gaat mee met de hype om alles blauw te maken. Nice. Hij heeft een YouTube kanaal en een livestream overlay gemaakt. Voor tijdens het livestreamen, dat is duidelijk. Dit stukje tekst graag helemaal lezen. Nou, dat vind ik niet zo fijn. Waarom heb je nou weer zoveel getypt? Voordat ik begon, heb ik gezocht. Ja, deze uitleg is dan misschien wat onduidelijker voor mensen die niet echt weten wat het is. Ik zou gewoon, als je zeg maar zoveel tekst nodig hebt om zoiets kleins uit te leggen, zou ik even een plaatje maken, weet je wel. Zo van, dit is hoe stream layouts eruit zien normaal en dit is hoe ik het heb gedaan. Zoiets. Dan kun je het al in veel minder woorden, kun je dat zeg maar beschrijven. Nou, wat wel goed is, hij heeft een logo met een soort van bubbel spetterachtige dingetjes. En die heeft hij verder in de achtergrond verwerkt. Dat is goed, want dan wordt het minder geheel. En hij heeft voor blauw gekozen, want dat straalt vertrouwen uit. Ja, ik zie hier wel in de onderkant lichtblauw. Donkerblauw wordt meer geassocieerd met vertrouwen. Maar blauw is ook wel vertrouwen, want het straalt ook wel voor vriendelijkheid uit. Dus dat heb je wel goed gekozen. Nou, we gaan daar gewoon op klikken en dan gaan we kijken wat we krijgen. Oh, kijk eens aan. Oké, dat is grappig. Ja, wat ik gelijk zie is dat je die splatters van het logo heb je heel goed op andere plekken verwerkt. Het is echt wel nice dat daardoor echt een geheel lijkt. Ook vind ik het goed dat er geen rare dingen aan de hand zijn qua stijlen. Het is gewoon een stroke en die is overal eventjes... Oh, die is overal even dik. Wel denk ik dat qua uitleiding een beetje ongemakkelijk is. Bijvoorbeeld deze ruimte voelt een beetje ongemakkelijk aan. Waarom heb je die chat niet wat breder gedaan? Deze ruimte hier, zeker omdat er nog zo'n harde drop shadow achter zit, is een beetje dun, een beetje smal. Als je dat vergelijkt met hoeveel ruimte je zeg maar om dit hebt heen gedaan. Snap je? Ik zou dat iets meer naar elkaar toe trekken. Volgens mij kan je makkelijk dit schermpje nog ietsjes groter maken. Dan die banaan wat kleiner en dan die chat wat breder. En voor de rest dan zou ik ook uitkijken wat je hier links onderin hebt. Ik weet niet hoe dat nu bij Twitch is, maar misschien komt daar de play-knop overheen. Dan zou ik dan ook uitlijnen netjes op dit of dan dat hele gedeelte iets meer naar links zetten. Zodat het wat beter uitkomt. Maar voor de rest, het design ziet er goed uit. Het is strak. Alleen uitlijning is het eigenlijk. Ik ben ook niet zo heel erg fan van die drop shadow, omdat je achtergrond helemaal flat is. Ik denk dat het mooier is als je dan alles flat houdt. Maar voor de rest, super tof. Heel erg speels. Ik denk wel dat dit geliefd zal zijn onder jouw streamkijkers of voor wie je het dan ook gemaakt hebt. Oké, nice. Volgende. Nou, dit beeldje is dan ook wel leuk om te behandelen. Het is Jordi, 16 jaar, en hij wil heel graag later grafisch designer worden. Hij heeft voor enkele sites al dingen ontworpen en ze zijn erg positief over mijn kunnen. Supercool. Nu heb ik een social media app gemaakt die heet Altijd Vrienden. Oké. Wat cool. Met Altijd Vrienden heb ik het beste van bestaande social media geprobeerd te combineren. Oei, dit wordt weer gevaarlijk. Op Altijd Vrienden heb je je eigen dag en die duurt 24 uur. En dat is dan ook gelijk hoe lang berichten zichtbaar zullen zijn. Alright, dit klinkt gelijk als een soort van Snapchat voor al je social media. Ik ben heel benieuwd. De naam Altijd Vrienden is gekozen omdat het altijd actueel bent van je vrienden. Je kunt dingen plaatsen zoals geluidsopnames, foto's en video's. Hij heeft gekozen voor de kleur groen omdat hij zijn rust uitstraalt. Maar ook gelijk een fris gevoel geeft. Mensen hebben ook gezegd dat ik wat minder streng moet zijn op de inhoud van mailtjes. Ik blijf daar wel
een beetje op hameren. Want de inhoud van je mailtje is zo bepalend voor wat het gaat zijn. Ik heb zijn werk nu nog niet gezien, maar ik weet al ongeveer wat dit gaat worden. Dat is gewoon zo. Ik ga daar samenhang in zien. Daarbij heeft hij ook niet plaatjes in de bijlage gezet. Ik zou je daar ook adviseren, zet ze in de bijlage of stuur me een linkje op. Maar nu heeft hij linkjes naar een OneDrive-vel gedaan. Dat is qua presentatie nou niet echt de beste manier hoe je dat kan doen. Dus ik zou gewoon even dan een mock-upje maken, zet hem even in een iPhone of gewoon op een witte achtergrond die schermen naast elkaar. Hoe zijn de knoppen gekoppeld? Dat is even een tipje voordat we het werk gaan bekijken. En voor de rest zal ik nog niet heel erg inhoudelijk naar je idee kijken. We gaan er gewoon eerst op klikken. Die andere ook gelijk. Nou, daar zijn we dan in OneDrive. Het heet altijd vrienden. Je hebt een home, je hebt een ster, een belletje, dus notifications, favorites en een timer. En je kan hier ook een bericht typen. Op zich ziet het er redelijk netjes uit. Ik denk alleen wel dat qua grootte er ook niet heel erg samenhang is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe klein deze smiley is en hoe groot deze playknop is, daar zit een heel groot verschil tussen. Vraag jezelf af of je dat wil, hè? Of dat belangrijk is, of dat dit misschien beter is, of dat 3 uur misschien wat groter. Qua uitlijning ook een paar kleine dingetjes. Deze lijn loopt niet recht op die. En die lijn loopt ook natuurlijk niet recht op die. Dat hoeft niet. Je kan wel verschillende lagen hebben. Maar nu is het gewoon een beetje random. Dat zie je hier ook heel goed aan de rechterkant. Als je deze dingen doortrekt. Dat is allemaal niet lekker. En het zijn maar hele kleine dingetjes. Maar daardoor ziet je app er al gelijk een heel stuk beter uit. Dan gaan we nu klikken op die andere. Oké, dan kunnen we zo heen en weer klikken. Nou ja, kijk. Ik denk voor jou. Dit is een mailtje die heel erg gevaarlijk is. Voor visuele feedback alleen. Want dit is zo, je uitgangspunt is zo interessant. Ik wil je zo graag inhoudelijk feedback opgeven, maar ik weet niet of je dat wil. Maar omdat we het er nu nog niet bij hebben gezet, ga ik het toch doen. Jouw idee is om een social media app te maken waarin alles maar een dag beschikbaar blijft. En dat is eigenlijk een best wel goed idee. Want is een tweet, zeg maar, na een dag nog relevant? Op Twitter zou je dat inderdaad kunnen zeggen. Met Snapchat kun je dat ook zeggen. Maar bijvoorbeeld Instagram. Kun je er nog wel die foto terugkijken? Of ik plaats een bericht op Facebook dat ik geslaagd ben. Is dat leuk om na 2 weken nog steeds terug te kijken? Ik denk het wel. Dus moet alles verdwijnen? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die ik voor jou heb. Sommige dingen wil je gewoon laten staan. En dat is ook de reden waarom sommige apps wel een verdwijnfunctie zeg maar, hebben en andere niet. Dus vraag jezelf dat vooral af. Dat is echt de beste feedback die je kan geven. Hè? Dus ik heb geen commentaar gegeven. Ik heb alleen jou een vraag gesteld. Denk daarover na. En voor de rest, uitleiding, een paar kleine dingetjes. Wel kleurgebruik, goed gedaan. 3-4 kleuren, that's it. Straks ziet het eruit, maar denk goed na over die vraag. En dan hoop ik dat je nog een keer iets instuurt. Volgende. Nou, ik zeg wel volgende, maar eigenlijk moeten we alweer gaan stoppen, want het is alweer 20 minuten ongeveer. Dat is spijtig, want er zijn nog een paar mailtjes binnengekomen. Kijk, dit is ook nou precies de reden dat dit pack moet er gewoon komen. Of dat gaat sowieso komen, maar dat gaat zo vet worden. Want ik maak al een aflevering van 20 minuten. Dit kost al redelijk wat tijd om dat te editen. Hè? 20 minuten is niet gemiddeld op YouTube. Gemiddeld op YouTube is 3-4 minuten. Snap je? Deze video kost al best wel veel te maken. Mensen zeggen, ja, maak een aflevering van een uur. Ja, denk je dat ik tijd daarvoor heb? Ik heb het heel druk. Bijvoorbeeld morgen gaan we, of nee, dat is vandaag. Ik neem het nu op zaterdag op. Gaan we met het hele Counting All team, dus de app waar ik aan werk, gaan we op kantoor werken. Dus dit moet ik allemaal vrijdag of zaterdag af gaan maken. En dan moet ik ook nog wat klanten beantwoorden. Ik heb daar geen tijd voor. En daarom gaan we elkaar helpen in dit pack. Dat wordt het mooie uitgangspunt van het platform. Wil je ook wat insturen naar mailtijd? Dat kan. Insturen at hoegaatop.com is het e-mailadres. Instructies staan in de beschrijving. En zet er dus bij of jij harde inhoudelijke feedback wil. Of wat meer zachter en visueler bij je volgende mailtje. Dan bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. En dan zie ik jullie zondag weer om 3 uur.